problemen bedrijven nu hebben om sport te gebruiken in commercieel opzicht voor zichzelf. Van, wat heb ik er nou aan? Dat is leuk, die sport, maar wat betekent dat nou voor ons? Dus gewoon dat ze heel veel moeite hebben om de relatie te leggen met hun bedrijf en die sporters. Want die sporters lopen daar in dat veld rond en dat is het dan. Dus dan borden langs dat veld en wij komen uit dat veld naar dat bedrijf toe. Of zelf, of met een blad dat we zelf gemaakt hebben, wat van ons is, waarin we dat bedrijf en onze activiteit kunnen koppelen. We hebben een tv-programma bij. Je kunt het allemaal verzinnen, want daar kunnen we op inspelen. We zijn niet gewoon een ploeg die daar in het veld aan het rondlopen is en dan moet je maar zien wat je ermee doet. Nee, we gaan actief aan de slag en we maken zelf die handvatten voor zo'n bedrijf. En daar kun je alles mee bereiken wat je wil. Nou, ik geloof heilig in een driehoek. Namelijk de sporter, de supporter en de sponsor, het bedrijfsleven. Waarom? Sport en topsport, maar vooral bedrijfsleven en topsport, dat is eigenlijk één. Je moet alle twee beter presteren dan je concurrentie, dan win je. En zowel als topsporter als bedrijfsleven wil je gewoon de beste zijn. Nou, daarin liggen al veel parallellen. Daarbij komt dat je daarin elkaar kunt versterken. En het leuke is dat de supporter, je klanten, er ook ontzettend van genieten. En als je dan die driehoek weet te maken, dan zorgt die sponsor voor dat die topsporter optimaal kan presteren. Waardoor die supporter extra kan genieten. Dan kan het bedrijfsleven die sporter weer gebruiken naar de supporters toe om de producten af te nemen. En dan krijg je een ideale driehoek in mijn ogen. Ja, graag. Ik denk dat dit voor Johnson & Johnson Vistacon een historische dag is. Voor het eerst dat wij een sponsoring van deze omvang plegen. En ik ben heel blij dat dat gebeurt met de stichting Top Support. Want buiten het feit dat ik dat een heel warm hart toedraag, geloof ik ook dat die wisselwerking tussen topsport en bedrijfsleven heel goed kan uitwerken. En ik neem ook aan dat we in de naaste toekomst daar het nodige van zullen zien. Ik wens jullie heel veel succes, ook vanmiddag. Helaas moet ik zelf weer weg, omdat ik nog wat anders te doen heb. Maar ik heb een paar mensen van Johnson & Johnson Vistacon meegenomen om ons hoog te houden op het sportgebied. Dankjewel. Hans, wat is het idee en de doelstelling van Topsport? Nou, het belangrijkste is om jonge talenten in Nederland dusdanige begeleiding te geven dat ze zowel sportief als maatschappelijk volledig aan de trekken kunnen komen. Dat niet alleen de sport overheerst en daarmee gelijk alle gevaren van dien nooit meer in de maatschappij goed terecht kunnen komen. Maar dat het een combinatie van factoren is waarin toch een meisje of een jongen op een vroege leeftijd al iets krijgen. Ik wil per se topsporter zijn, want topsporter zijn is gewoon een vak. En het leuke is dat we dat proberen te helpen door een topsporter of ster die alles, maar ook alles al zelf ervaren heeft. Dus zo'n talent hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden. En ook op het maatschappelijk gebied zorgen we ten alle tijde voor dat ze oké begeleid worden. Nou, dat betekent dat je wanneer je al op die jonge leeftijd de hulp krijgt en de steun, dan kun je veel sneller naar die top toe groeien, terwijl je niet angstig hoeft te zijn dat wanneer het dan een keer niet lukt, dat je in een zwart gat zouden moeten. Want daarvoor hebben we de hulp dan, voor het maatschappelijk gedeelte. Ik denk dat het van essentieel belang is gewoon voor aankomende topsporters om op een goede manier begeleid te worden. Zeker door ex-topsporters, want die hebben die affiniteit met topsport. Die weten precies wat er in de markt gebeurt. En daar kunnen wij een toevoeging aan geven. Dus ik denk dat die organisatie alleen maar goed is om het topsportklimaat in Nederland te vergroten, te verruimen. En meer te bieden ook naar het bedrijfsleven toe. Het is een wisselwerking. Maar dat is in principe is er al zo'n organisatie. NEC en NSF. Ja, ik denk ook tot het toekomstbeeld is, het ideale beeld is, tot straks een samenwerking komt tussen NEC en NSF en topsupport. Dat moet in elkaar overlopen en die moeten elkaar ondersteunen. Als je dat hebt, dan heb je echt een ideaal situatie. En dan kun je zeggen, daar kunnen alleen topsporters, aankomende topsporters, van profiteren. Nou, ons streven is, en dat is niet alleen in de wiel en de rij, maar dat is gewoon in het hele topsport gebeuren, om het talent naar boven te halen. En dat talent gewoon de ondersteuning naar gewoon. Dat is dus niet, blijkt dus in de praktijk niet zo gewoon te zijn. Dat is dan een hele kunst. Om datgene eraan toe te voegen wat er eigenlijk op dit moment nog tekort schiet. Gaan jullie dan je ervaring weer overbrengen of zeg je van meer, het is meer over het managementgebied om te voorkomen dat ze fouten maken? Dat komt er ook wel bij, maar het is natuurlijk
een stukje ervaring waar natuurlijk een ex-topsporter natuurlijk geweldig goed kan overdragen. Ja. Wanneer die daar geïnteresseerd is. Nou, die hier bij de topsupport aangesloten zijn, die willen niks liever dan dit. Om toch in ieder geval die school die wij hebben doorlopen, om die over te brengen aan het jonge talent. Want wij zijn dikwijls met ons kopje tegen de muur gelopen. En dat is niet altijd nodig dat een jonge aankomend talent dat ook allemaal moet ondergaan. Kijk, wij kunnen het zo zien, wij openen links en rechts een paar deuren. Of die zetten we op een kier. Ja. En de rest doen ze zelf. Maar kijk, als die jongens ook allemaal moeten zoeken naar de juiste begeleiding. En het is een trainer, het is een goede therapeut die je op dat moment nodig hebt. Kijk, al die ingangen die hebben wij. Maar die hebben wij zelf eigenlijk moeten ontdekken. Ja. En dat zijn allemaal betrouwbare mensen die eigenlijk voor de topsporter te zijn. En niet op andere dingen uit zijn. En waar wij voor gekozen hebben in onze marktbenadering en marktbewerking, met betrekking tot sponsoring, is dat wij kiezen in verschillende takken van sport, onder andere cultuur, onder andere sport, is om heel bewust een metafoor te kiezen waarbij wij ik zal niet te lang doorgaan, een aantal jonge mensen kiezen die wij sponsoren, zodat zij op een hoger plan kunnen komen. Want ook wij zijn in 1982 begonnen met 3 mannen achteraan in een garage ergens in Californië. En die mannen die zijn geholpen door de grote bedrijven in Californië om vooruit te gaan. Nou, die metafoor willen we heel nadrukkelijk in de markt zetten. Aangevuld met een aantal jonge mensen die fantastisch vermogen hebben om hun sport of hun cultuur tot een hoger plan te kunnen brengen. Dat stuk zat voor ons eigenlijk zo naadloos verbonden aan topsupport, dat we ook heel bewust voor hebben gekozen in de inhoud, niet zozeer in het bedrag, maar in de inhoud van, we willen dus ons heel nadrukkelijk verbinden aan een onderneming of een organisatie die zich ten doel heeft gesteld om jonge mensen te begeleiden. Maar wij zien dat nadrukkelijk natuurlijk vanuit de zakelijke overweging als metafoor om onze naamsbekendheid aangevuld daarmee in de markt te zetten en natuurlijk dan ook mensen daarbij te helpen om op een hoog plan te komen. We waren over die plannen bezig toen Hans van Breukelen en Maarten binnenkwamen. En toen dachten we, nou, waarom zouden we niet het goede doel en onze planning aan elkaar koppelen en op deze manier kijken of we 2 vliegen in 1 klap kunnen slaan. Dat lukt. We gaan een blad maken wat leuk is voor alle jonge sporters. Die ook in dat blad ruim aandacht zullen krijgen. We gaan een blad maken dat nu dus niet bol staat van alle opinies van journalisten. We gaan een blad maken dat, waarvan Maarten Ducro degene is die de organisatie doet in advertenties. Maar Hans van Breukelen maken we hoofdredacteur. Hier ziet u de coverteksten in ik-vorm. Helemaal een witte achtergrond, omdat we denken dat dat zeer opvallend is als je die om panorama heen aan de buitenkant meevoegt. En Hans heeft beloofd dat hij Marco van Basten gaat benaderen om ook echt dit coververhaal binnen te halen. Ik denk dat met dit project en het enthousiasme wat ik gezien en gehoord en geproefd heb, zowel bij Hans als bij Maarten als bij Joke, dat het een fantastische co-productie gaat worden tussen media, sporters en sponsors. En een van de hele belangrijke dingen die mij opviel in dit project is de invloed die u als sponsor straks op het project heeft. Ongetwijfeld zult u allemaal regelmatig te maken hebben gehad met het sponsoren van sporters. En weten we aan de ene kant dat het punt wat daar vaak wat negatiever bij is de invloed die u daarbij heeft als bedrijf op de betreffende sportlieden. Ik denk dat de opzet en het concept wat nu gekozen is in deze vorm, dat u daardoor veel meer invloed op het geheel heeft. Waarom? Omdat u heel gedoseerd ook uw eigen reclameuitingen helemaal aan kan passen aan het product en het blad Topsport. En ik denk dat dat een heel aardig gegeven is. Als je dat magazine hebt, dan kun je wat die sporter meemaakt en het bedrijf zou er een ondersteuning in verlenen, dan kun je dat in een artikel terug laten komen, een sponsorbalk, dus gewoon millimeters en secondes kun je in dat magazine en op de tv krijgen. Die sporter die kan op het bedrijfsdag, zoals we hier nu hebben, kan die dingen doen met klanten, op klantendag, introductie van een nieuw product, noem maar op. En daarbij maak je dan niet alleen gebruik van
sporten die je toevallig in die club hebt, maar je hebt een heleboel takken van sport en een heleboel verschillende sporters. En als ze niet bekend genoeg zijn, dan hebben we altijd nog de Hans van Breukelen en Arnold van der Leijden en Henk Lubberdingen daar rondheen, ja, die dat verhaal extra vaak kunnen geven. Wat zou de wisselwerking kunnen zijn van topsporter en het bedrijfsleven? Ik denk dat de laatste jaren, zie je natuurlijk al heel veel in de sport, het bedrijfsleven, sporters gaat sponsoren. En sponsor vind ik eigenlijk gewoon het verkeerde woord. Het is gewoon een wisselwerking inderdaad. Je draagt de naam uit en spotten doe je daar gewoon dingen voor terug. Ja, want een bedrijf verwacht uiteraard iets terug voor zijn geld. Hij wil een stukje toegevoegde waarde hebben natuurlijk. Precies, ik bedoel, en daarom, ik heb altijd iets tegen gehad door een soort sponsoring. Want sponsoring is echt zoiets van een sporter krijgt het en daar blijft het dan bij. Maar ik vind zelf eigenlijk al dat je gewoon op een gegeven moment, het is een wisselwerking. Je draagt gewoon de naam van het bedrijf uit en je probeert toch ook ten opzichte van het bedrijf promotie te maken. Gepraat over sport, hartstikke leuk, maar we gaan natuurlijk ook wat doen. Het programma, wat we zo meteen doen, dat is in tweeën gedeeld. Er is een golfprogramma en met eigenlijk ook een stukje kennismaking, want iedereen zit hier natuurlijk. Maar de kunst is natuurlijk ook dat we gewoon, als we hier vanavond naar huis gaan, dat we een aantal mensen weer wat beter hebben leren kennen. Daar zorgt Ben voor een gedeelte voor. Ben? En schrik niet, John, ga jij ook even staan met dat imposante postuur? Oké. Geweldig. Probeer het lichaam af te wenden, probeer één rechte lijn te maken. Neem al de rechte ogen. Rustig, Joep. Dat is jouw bal? Waarom doe jij mee aan topsport? Topsport is een heel goed initiatief van Maarten Ducro en Hans van Breukelen. Je komt als topsport ontzettend veel dingen tegen onderweg waar je begeleiding in nodig hebt. En dat is er niet in Nederland. Dus dat is belangrijk. Waarom doe jij mee met topsport? Ik vind topsport natuurlijk ook een heel erg goed idee, dus daarom doe ik daar aan mee. En ik denk dat ik, zeker op het gebied van judo, dat er een heel stuk begeleiding nog niet voorhanden is. En dat ik daar in die tak van sport zoveel ervaring heb en kennis heb opgedaan in de moeilijke weg die topsporters gaan bewandelen, dat ik ze daar heel goed in kan bijstaan. Ja, ik ben het daar grotendeel mee eens natuurlijk. Ik denk dat wij als ervaren topsporters de weg kunnen wijzen voor jonge sporters. De topsportwereld is een heel specifieke wereld waarin je ervaring moet opdoen, waarin je moet weten hoe het ruilt en zeilt allemaal. En daarnaast denk ik dat wij met een organisatie als deze uit de verschillende takken van sport de krachten kunnen bundelen. En samen staan we sterk. Waarom jij mee? Ja, ik vind het een unieke kans voor aankomende sporters om te profiteren van de ervaring die mensen zoals wij na jarenlang topsportbedrijven hebben opgedaan. Ik wou dat er zelfs iemand was geweest voor mij om dingen te vertellen. Hoe werkt het? Waar loop je tegenaan? Wat voor struikelblokken kom je overal tegen? Ja, ik denk dat jonge sporters daar enorm voordeel van kunnen hebben. Ik vind het belangrijk om kennis en enthousiasme over te brengen op jonge mensen, dat ze daar toch wat van kunnen leren. En bovendien lijkt me ook heel belangrijk dat jonge sporters toch het vertrouwen krijgen van een bepaald initiatief of een groep mensen die dan op hun let. Dat is heel belangrijk, vind ik, bij een beginnende topsportcarrière. Nou, ik kan deze even doen. Ja. Wat staat hier? Schitterend set. Maar één goed woord. Maak met wat je nu aan het doen. Hier, mag ik het even doen? Ja. Even spreken.
Ja, kom. Oké, okay, Elke, stop. Ja, nee, nee, nee. Ik ben nog steeds wel zelf topsporter, maar ik ben ook mentor. Dus ik ga jong talent wil ik gaan begeleiden. En dan denk ik over dat ik in september, oktober, dus tweede lichting mensen, dat ik daar een atleten ga begeleiden. En je doet er één tegelijk of? Ik, in principe is het één of twee, maar goed, er moet natuurlijk wel talent zijn. En ik heb nu wel twee mensen op het oog eigenlijk, dus misschien één of twee. En dat is specifiek binnen je eigen sportstuk, zeg maar? Ja, ik denk het wel. Ik denk, of eigenlijk weet ik wel zeker, dat ik gewoon toch wel in de atletiek blijf en dan toch ook wel op de middenafstand ga zitten. En dan is het misschien toch ook wel leuk dat ik gewoon ook een vrouwelijke atleet wil gaan begeleiden. Ja. Omdat het toch wat meer klikt, denk ik. Aan het bedrijfsleven. Ja, kijk, wanneer je iemand wil begeleiden, dan is er financiële steun nodig. Kijk, anders beginnen we net niks. En dat is dus ook zo belangrijk. En daar hangt eigenlijk het hele gebeuren vanaf. Nu heb ik op dit moment nog een wielrenner, dat is Rick Reinering. En dan moet ik weer even de stop erop zetten, totdat er weer een gegadigde met wat financiële steun binnenkomt. En dan zeggen ze, nou, je kunt de volgende wielrenner proberen te vinden met het talent dat jij denkt van, nou, daar is mee te werken en daar is het talent uit te halen. Kijk, want er zijn ook jongens die hebben talent, maar daar heb ik gewoon mijn grote vraagtekens bij of ik het eruit kan krijgen. Ja. En of ik er ook zoveel plezier in heb om het eruit te halen. Want ja, een talentvol iemand, dat wil nog niet zeggen dat hij ook scoort straks. Er komen een heleboel dingen bij kijken en dat is mijn taak eigenlijk om dat in te schatten. Thank you.